Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Vandaag een spaarzame opklaring. Een klein gaatje in het wolkendek. En dat laat meteen al een beetje zien hoe de wolken opgebouwd waren. Want het was een dunne laag vlak bij de aarde die bewolking gaf. Daarboven vrijwel geen wolkje aanwezig. Vanuit de satelliet zag het er zo uit. Nederland onder een tamelijk grijs wolkendek. Met een enkele opklaring in onze omgeving. Boven ons land ook hier en daar een gaatje. Maar over het algemeen dus grijs weer. Dat grijze weer dat houden we ook nog wel eventjes. Want er zitten wel wat gaat in het Wolkendek bij Denemarken, bijvoorbeeld, en ook boven de Noordzee, maar die komen dan weliswaar iets dichterbij. Het gaat erg traag. Er ligt een hoge drukgebied boven Ierland en dat hoge drukgebied gaat heel voorzichtig aan de wandel en trekt de komende 24 tot 36 uur langzaam naar het oosten. Nou, daarmee gaat ook de windrichting veranderen en die is niet meer noordelijk morgen, maar gaat draaien naar het oosten tot zuidoosten. Zover is het nog niet, want vanavond hebben we weinig wind met aanhoudend vrij veel wolkenvelden. Misschien een opklaring in het noorden, temperaturen van 4 tot 6 graden. En vannacht gaat er dan nog iets vanaf, 1 tot 3 graden de minimumtemperaturen. En voorzichtig klaart het misschien wat meer op. Maar ik hou het op voorzichtig, wolkenvelden zullen nog altijd de overhand hebben. Geen neerslag meer, dat niet. Morgen overdag dan, wolkenvelden in het noorden, in het zuiden steeds meer zon. Vooral in het zuidoosten, daar profiteren we als eerste van de drogere lucht die vanuit het zuidoosten onze kant op wordt geblazen. Temperaturen 6 of 7 graden, dat is ook de temperatuur voor de donderdag. Vrijdag gaat het kwik wat omhoog, dan kan het in het zuiden misschien wel 10 graden worden, met name in Zeeland. Het blijft lang droog, maar in de avond zou er in het westen van het land. Wat lichte neerslag kunnen vallen. Verder is er op donderdag en vrijdag veel zon. Ook zaterdag hebben we nog zonnige perioden. Maar dan kan er wel een enkele bui vallen bij een graad of acht. Komt er dan nog winterweer? Nou, de kans op vorst in de nacht is er de komende dagen wel. Maar de kans op vorst overdag is heel erg klein. En dan kunnen we rustig concluderen dat de winter ver weg is. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.